Want hey, Martijn, Martijn, jouw carrière heeft natuurlijk ook wel iets ongelooflijks hoe, uh, hoe die is verlopen. Namelijk dat je zo jong, zo argeloos ook maar in dat diepe bent gegooid. Ja. Dat is toch iets krankzinnigs wat jij hebt meegemaakt? Ja. Je speelde in oorlogswinter, uh, amper... Ervaring met acteurs? Nee, je, had, je had groep 8 musical gedaan. Ja, precies, en je had ja, even bij het, het Hofpleintheater had je gespeeld? Had je, had je ja, mee? een paar weken. Ja. Wat is dat trouwens voor, voor een legendarische plek, dat Hofpleintheater? Ja, je... Zijn er acteurs uit de regio Rotterdam die niet begonnen zijn in het Hofpleintheater? Theater? Goede vraag. Niet veel, denk ik. Goeie vraag. <laughs> Ik weet het niet. Maar dat hofpleintheater is iets. Nou ja, jeugdtheaterschool Hofplein is wel een, een plek waar je voor, voor jonge kinderen uit de regio Rotterdam ja. die daar hun creatieve ei kwijt kunnen. Als je het leuk vindt om op het toneel te staan en te zingen en te dansen en wat dan ook. Dus het, het is wel een, een begrip, ja. En had jij, had jij echt het idee dat je, dat, dat de, de manier was... waarop je creatief het ei kwijt wilde? Nou, niet, niet zozeer dat ik heel nodig dat ei kwijt moest of zo... maar ik wist gewoon dat ik dat leuk vond om te doen. En, um, en zodoende ging ik gewoon elke vrijdagmiddag uh, naar toneelles. Um, maar ja, dit, ik zeg dus een enkele weken, want het was, ik, toen ik veertien was... Ging ik naar die school toe en um, vijf weken later ging ik op auditie voor Oorlogswinter. <laughs> dus ik, ik vrij... Je was nog niet echt geworteld in het hoofdplein. Nee, nog niet. Nee, ik heb nee. vrij weinig hoeken van het gebouw gezien, <laughs> moet ik zeggen. Maar. Ja. Um, um... En ben je er toen ook eigenlijk weer mee gestopt? Ja. 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 Oké, okay, dus het was een hele korte aanloop. was een hele korte aanloop. Naar auditie voor, ja. uh, voor Oorlogswinter. Ja, dank nog daarvoor aan de, de receptionisten die voorstelden om <laughs> mijn naam op de lijst te zetten voor de auditie van de Oorlogswinter. Want, Want die stelden dat voor. Nou, nee, er, lag, er lag een papiertje als je het leuk vond om je aan te melden voor een auditie of mee te doen. En ze zochten naar jongens uh, tussen de 12 en de 16 jaar. En dat was ik dus uh, ja, zo is dat een beetje gekomen. Ja. En Ben je haar daar echt dankbaar voor? Zie je, dat, zie je dit als een, als, een, als een belangrijke en positieve wending in je leven? Dat dat gebeurd is? Ja, 100 procent. Ja? Ja. ja, ja er, er is wel een periode geweest dat ik, dat ik mezelf uh, uh, afvroeg... Of, uh, of het wel echt was wat ik voor altijd wilde doen. Omdat het een beetje zo gebeurd is... Um, en, en het misschien niet echt voelde als een hele uh, autonome keuze... op een bepaald moment... Niet dat ik het ooit met tegenzin heb gedaan, maar, maar gewoon ja, toch om het gevoel te hebben dat je echt zelf heel erg ergens voor kiest of mm -hmm. zo. Zeg maar, rond mijn negentiende, um, heb ik een beetje zo'n periode gehad van is dit het wel? Um, maar het antwoord maar, daarop was ja. Is gewoon ja. Ja, ja. Ja, ja. Je voelt het wel ja. als echt het goede wat, uh, wat je is overkomen. Ja. 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 En hoe is het? Um... Je vertelt over, over hoe het is om op een filmset te komen en in een film terecht te komen. En nou, dat je je moet voorbereiden om te kunnen loslaten. En dat je, dat je, dat je daar ter plekke eigenlijk alle omstandigheden uh, hun werk moet laten doen en dan daarop moet reageren. Ja. Nou, dat is allemaal wijsheid die je inderdaad de afgelopen jaren en jaren vergaard hebt. Maar je kwam daar als een, als een kuikentje, kwam je daar op die filmset terecht. Ja. Onder Martin Koolhoven, ja. ook ja, een intense figuur, <laughs> hoe je het ook wendt of keert, ja. ja, maar maar heel goed met jonge acteurs. Maar ik le leunde wel echt uh, nou ja, onder andere op Martin en op, op Jorik van Wageningen, mijn tegenspeler, op andere acteurs. Op, uh, ik had een uh, um, een chaperon, hoe je dat dan met een chic woord noemt, maar een. een... een soort begeleider. Ja, een vrouw die mij begeleidde als, als kinderbegeleider. Um, waar ik heel goed mee, mee bevriend raakte. Dus dat, dat waren natuurlijk wel allemaal mensen om me heen die mij heel erg. Um, ja, lieten zien hoe het werkte en me en gerust stelden. En... en was jij een jongen die je makkelijk in. ja, welke uh, intimiderende situatie kon zetten en die zich dan makkelijk redden? Wat voor een kind was je? Ja, ik was. Um, ik was denk ik een, een, um, een redelijk onbevangen jongen. Gewoon van mezelf. En ik denk ook dat dat een reden is waarom ze mij misschien voor die rol... Omdat het een rol omdat het... van een onbevangen jongen ja. was. Um, die iets heel traumatisch zou gaan meemaken. Ja. ja. ja dus grappig genoeg. Maar in dat, het personage van Michiel in die film um, is coming of age. Ja. Um, hoe zeg je dat in het Nederlands? De, de, coming of Age. Coming of Age. Ja. En ik uh, ja, came ook of age. Zeg maar, tijdens dat ja. proces van die film maken, dat was ook voor mij een soort groeispeurt um, van volwassenwording in een hele korte periode. Dus dat ging zo heel gelijk op. Ik kan me herinneren dat ik tijdens de opnames van de film De baard in mijn keel kreeg. En dat aan het einde van de opnames ik ineens een veel zwaardere stem had dan oh, het begin lastig. van de opnames. Is het gewoon logisch opgenomen? Nee, op zeker niet. Dus oh, alles, alles moest gesynchroniseerd worden. Waar? Ja. Um, dus dat, dat waren zo twee processen die heel uh, gelijk, gelijk opgingen. Maar nee, ik ging, er, ik ging er heel onbevangen in. Ik had geen idee waar ik aan, waar ik aan begon. Uh. En, en heb je daar nog he scherpe herinneringen aan, aan die tijd? Ja, zeker. Ja. Um, was voor, Hoe hield je je staande? Nou ja, wat ik zeg, met, met, de, met, hulp, hulp. met de hulp natuurlijk wel van, van de mensen om me heen en, en van mijn ouders natuurlijk, die me de, die me de vrijheid en het vertrouwen ja. gaven om, uh, om dat te doen. Want dat is ook niet niks, denk ik, dat je je zoon van 14 zomaar met een filmcrew meestuurt ja. naar Litouwen waar we dat opnamen. Um, uh, dus dat, ja, al, al die dingen samen. En ik, denk, ik zat denk ik gewoon zo in elkaar. Of zo ben ik opgevoed dat ik het allemaal een beetje op me af laat komen. En, maar ik kan me wel heel goed herinneren dat ik echt zenuwachtig was voor de allereerste scène. Ik weet ook heel goed nog wat de allereerste scène was. was die was we, de allereerste scène? Ja, dat hij zo voetstappen zet voetstappen richting het hol van Jack. Um, wat, dat hij zo zijn voetstappen aan het tellen is Omdat het blaadje aan het piloot, kijken is. Ja. De piloot, ja. ja. Die zegt uh, uh, 100 stappen naar het noorden, 50 stappen naar het westen of zoiets dergelijks. Um, dat gingen we, dus ik uh, was zo heel uh, in het begin, denk ik, heel theatraal. Grote voetstappen aan het zetten door de bossen van, <laughs> van Litouwen. En, uh, en toen zei Martin: van, uh, Ja, heel goed, we gaan door. <laughs> zo. En zo langzaamaan denk Al, want ik. Want dat was ook hebben. nog in Litouwen. Ja. Jezus Christus. Ja. ja, het was een. Maar het was gewoon ook een jongensdroom. Het was gewoon een geweldige ja? avontuur. En was het een en jongensdroom? Was, was dit waar ja. je van gedroomd had? Nou ja, nee, niet, niet op die manier. Maar, uh, maar in retrospectief was het ja, natuurlijk ja. wel een jongensdroom. Ja, om mee te maken om weg, weg te gaan van school. Van je klasgenoten en met een groep volwassenen in het buitenland een film opnemen. Dat, zeg maar, dat is hoe ik het niet. Op die manier bewust meemaakte, maar het is wel hoe ik het uh, denk ik interpreteerde of zo. Ja. En had je veel gerepeteerd voor die film? Was, was er veel gerepeteerd? Ja, ja. Oké, okay, dus we ja. zeggen op dat moment begon je te leren wat acteren was, maar dat was natuurlijk eigenlijk tijdens de repetities al gebeurd. Dat je dat begon te leren. Ja, ja, ik denk dat ik vooral ook heel erg leerde hoe een film wordt gemaakt of zo. maar De hele vertaling van het maakproces... naar wat uiteindelijk een film wordt... is natuurlijk een ja, heel anders. Dus al die kleine snippertjes die je opneemt... en dat gedoe en dat er catering is... en ja, precies, alles door elkaar ja. en een soort chaos... waar je in staat te opereren. Ja. En dan een paar maanden later zie je ineens... een heel afgewerkt verhaal waar er niks meer van terug te zien is. Al ja. die rommel. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Dat begon je te leren. Ja. En wanneer leerde je het acteren dan? Tijdens je repetities. <laughs> Ja, weet ik, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, je deed het gewoon. Ja. Ja, eigenlijk wel. Hoe ja. doe je dat? Want je leest dan zo'n script. En dan, dan vormt dat personage zich een beetje in je hoofd, denk ik. Heb je daar, denk, denk je daar diep over na? Of? Ik vind het zo moeilijk om daar, zo maar, um, om daar iets over te zeggen. Want het is ten eerste zo lang geleden. En ik was nee, gewoon ook heel jong. Zet... En ja? Dus ik weet gewoon niet zo goed hoe ik daar. Ja, wat ik zei, ik, ben, ik was echt een, een, best wel een, een onbevangen iemand. Dus ik, ja, ik, had daar, ik had helemaal geen methode of ik had geen techniek. Of ik, had geen, uh, ik had niet van tevoren bedacht: oh, ik ga dit op deze en deze manier doen. Ik zat daar gewoon in die repetitieruimte met dat script. En uh, ja, we deden gewoon uh, we deden wat, er, wat er moest gebeuren. Ik weet niet zo goed hoe ik dat anders moet omschrijven, maar uh, dan dat ik het gewoon op me af liet komen. Ja. Uh, Vind je dat bijna, uh, word er bijna zenuwachtig van als je daaraan terugdenkt? Je wordt er een beetje ongemak, bijna ongemak van als je, het, als je het moet uitleggen. Nee, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon oprecht heel lastig om daar uh, woorden aan te geven hoe, ja. ik, hoe ik dat aanpakte, omdat het, omdat het gewoon zo uit het niets gebeurde. Omdat ik in een wereld terecht kwam waar ik totaal niet mee bekend was. Dus uh, dat kan je denk ik op zo'n manier helemaal niet anders aanpakken... dan het maar gewoon op je af, gewoon af te laten doen. komen. Ja. En, uh, ja.